Hallo allemaal, lezen voor de lijst met Ronald Giphart, ik ook van jou, uit 1991. Het boek is opgedragen aan Marijke. Er spelen twee verhaallijnen een rol in ik ook van jou. Verhaallijn 1. Ronald en Fraser, studenten Nederlands en schrijvers in spe, zijn onderweg naar de Dordogne om daar vakantie te vieren. De reis wordt per Suzuki gemaakt. En onderweg filosoferen Fraser, dat is een sympathieke blaaskaak, zegt een van de recensenten, en daar ben ik het wel mee eens, over literatuur, over het leven en over seksualiteit. Ronald is in gedachten nog bij zijn grote liefde Reza, en dat zal het hele boek eigenlijk zo blijven. Want dat is zijn grote muze, zijn grote liefde, met wie hij uiteindelijk gebroken heeft, en die hij pas op de laatste bladzijde van het boek, als hij seks heeft met de Duitse Silke, een negerin, definitief kan loslaten. Fraser is met Samarinde, beide kennen dus een grote liefde. Fraser voor Samarinde en Ronald voor Reza. Tijdens een kanotocht ontmoeten de twee vrienden twee vrouwen, Nadine en Silke, die ook een kanotocht ondernemen en met wie ze uit eten gaan. Het zijn Duitse vrouwen. Goede gesprekken voeren, lol maken en tenslotte 's nachts seks hebben. Fraser voelt zich hierdoor erg bezwaard, omdat hij Samarinde nu bedrogen heeft. Hij heeft overspel gepleegd. Maar Ronald heeft het al uitgemaakt met Reza, dus die heeft geen last van schuldgevoel. Wel is ze voortdurend in zijn gedachten en denkt hij steeds in flashbacks terug aan hoe ze het samen hadden. Het is dus zo dat Ronald zelf een boek aan het schrijven is. Het boek Ik ook van jou, waar Reza de belangrijkste rol in speelt. Over de functie van literatuur en schrijven, later meer. Als ze de dag na het samen zijn met Silke en Nadine naar huis terugkeren, telefoneert Ronald met een vriend, wiens vrouw een kind verwacht, en dat, zo blijkt, inmiddels geboren is, maar hij krijgt ook te horen dat er iets met Reza is gebeurd. Wat dat precies is, blijft onduidelijk, want hij zit achter het stuur, keert de auto om en is zo vol van zijn nieuwe vriendin dat hij terugrijdt naar de camping waar ze gelogeerd hebben en om zo bij zijn geliefde Silke te zijn. Zij hebben seks. Ze vraagt hoe zeg je in het Nederlands ik hou van jou, en hij antwoordt de titel ik ook van jou. Hij is definitief los van Reza, ondanks het feit dat ze zo'n grote liefde was. Dan verhaallijn 2. In flashbackvorm krijgen we het verhaal van zijn ene grote bijzondere liefde voor Reza en de afloop daarvan, het voorbijgaan daarvan, dat hij los van haar raakt. Reza is een bijzonder hartstochtelijk, maar ook heel tragisch meisje, dat in de heftige seksuele relatie die ze met Ronald heeft, gekweld wordt door buitensporige jaloezie, die helemaal nergens op gebaseerd is. Omdat ze er ondanks alle bezweringen van Ronald toch van overtuigd is dat hij het met andere meisjes doet, gaat ze zelf vreemd met twee andere jongens, ook omdat ze dol op seks is, alhoewel ze niet kan klaarkomen. Een tweede probleem naast de seksualiteit is het feit dat ze zichzelf snijdt. Dat heet automutilatie. Ze automutileert. Dit doet allemaal niks af aan de heftigheid van de liefdesgevoelens en de kwaliteit van de relatie, hoewel Ronald het, als ze vreemd gaat en dat blijft doen, uiteindelijk wel uitmaakt en daarna dus naar de Dordogne gaat. Daar heb ik net over gesproken. In Dordogne 1990, de grote kweeste naar literatuur en seks. Want liefde en geluk samen is seks, zegt het boek, dat is een citaat.
Ook heeft Teresa nog een borstencomplex. Ze heeft geen zelfvertrouwen over haar lichaam en wil altijd anders zijn en anderen daarmee confronteren. Dus het is wat dat betreft een ingewikkelde vrouw met heel wat problemen. Behalve de flinke dosis seksualiteit waar het boek om draait, ons mee confronteert, is er ook aandacht voor andere gebieden. Allereerst de literatuur. Het boek bespreekt ten eerste wat de relatie is tussen literatuur en leven. De eerste opvatting is dat je moet leven en geleefd moet hebben en beleefd moet hebben om iets van literatuur te begrijpen. Dus je moet eerst een heel leven geleefd hebben eigenlijk om goede literatuur te kunnen schrijven. Fraser gaat zover dat hij aan nieuwe studenten uitlegt dat hij uitgemaakt heeft met een meisje om literatuur te kunnen schrijven. Dat meisje heeft later zelfmoord gepleegd, zegt hij. Of dat helemaal waar is en waar het ironisch is bij Fraser, of sarcastisch zo je wil, daar zit je steeds mee in het boek. Van wat bedoelt hij dit nou serieus of is dit grappig bedoeld of overdreven bedoeld? Want het blijft een beetje een blaaskaak. In het groepje studenten zat Samarinde, aan wie die dat verteld heeft, het verhaal. Fraser schrijft net als Ronald en beide zijn ze het erover eens dat het moeilijk is om sommige aspecten van de werkelijkheid in taal te vangen. Ik geef een citaat. Dit is literatuur. Ze zijn dan op een plaats prettig aanwezig met, ze geloven dat ze met frisbees gooien en dat het gezellig is met die nieuwe meisjes. Dit is literatuur, maar dan is het echt. Dan in het echt. Al die geluiden van deze avond en deze sfeer. Hè? Hoe moet je dat nou op papier krijgen? Nog een citaat. Het leven is mooi, leuk en geluk, maar daar lees je niets over in de literatuur. Dat is een soort uitspraak over wat goede literatuur eigenlijk zou moeten zijn. Dus niet zo zwaarmoedig, niet met al die problemen daarin. Van leven en dood en zelfmoord en echtscheiding en noem het allemaal maar op. Niet al die geweldige moeilijke dingen, maar ook mooi, leuk en geluk. En daar lees je te weinig over in de literatuur, vindt Ronald. Ik denk ook dat Ronald Gippard dat vindt. Op een gegeven moment ziet hij Silke slapen en zegt hij Silke slaap. Tussen haakjes zet hij erachter argeloos, ongerept, wereldpoëzie. Dus met andere woorden, als je haar ziet, zo lieflijk ziet slapen, dan is dat op zichzelf al poëzie. Alleen moet je het nog omzetten in woorden. Schrijven, zeggen ze ook tegen elkaar, moet je niet al te serieus nemen en al helemaal niet wetenschappelijk analyseren. Dat is interessant, want jullie hebben op school natuurlijk ook die beetje van die wetenschappelijke analyse gehad van perspectief en motief en thema en ruimte en noem het allemaal maar op. En daar zijn ze alle twee tegen. Je moet ervan genieten van die literatuur, je moet het mooi vinden en verder moet je er niet te moeilijk over doen. Vrolijke literatuur, is ook een citaat, is mijn credo, zegt Ronald. En laatste citaat. Voor een echte schrijver is zijn werk belangrijker dan zijn leven. Nou, dat is nogal wat, hè? Als je dat schrijft, zo belangrijk is die literatuur dus voor hen tweeën. Er wordt ook dingen gezegd over de maatschappelijke werkelijkheid waar we even over na moeten denken. Over engagement. Engagement is dat je betrokken bent bij de moeilijkheden in de samenleving en dat je daar ook over schrijft, dat je boeken daarover gaan. Nou, dat is dus wel degelijk hier niet het geval, maar toch wordt daarover gepraat en vooral Fraser zegt het volgende. Als Nadine en Silke beide tropenarts willen worden, dat zeggen ze namelijk, wordt Fraser daar heel enthousiast van en zegt dat is goed. En dan komt er een citaat. Onze generatie kent geen hartstocht, geen grote emoties. Ze is tot op het bot blasé.
Er is honger, er zijn clochards, er is discriminatie van buitenlanders, opkomst van racistische partijen, milieuverontreiniging, uitbuiting van de derde wereld. Het laat ons koud omdat engagement een vies woord is en niets te maken heeft met geld verdienen. Grenzeloze ingekaktheid, bloedeloos leven, egoïstische onbetrokkenheid. Nou, dat is nogal wat. We moeten wel een kanttekening zetten. Dit boek is zelf ook niet geëngageerd, helemaal niet. Dus dat is wel een uitspraak die ze doen. Maar ze maken het in de literatuur zelf niet waar, moeten we heel eerlijk zeggen. Vrezen nog Ronald. En Ronald helemaal niet met het boek Ik ook van jou. Dan het derde waar je op moet letten, dat is de intertextualiteit. Dat is een heel moeilijk woord voor een heel eenvoudig begrip. Het is namelijk zo dat in het postmodernisme, dat is een stroming in de literatuur en in de kunst, van de laatste jaren, van de laatste tientallen jaren, is alweer wat tientallen jaren oud en eigenlijk alweer een beetje op zijn retour, is dat een begrip waar mee gerekend wordt. Je stopt in je verhaal teksten van andere schrijvers, maar dan maak je een heel andere context mee, die je kunt gebruiken in je roman. En dat vereist natuurlijk veel leeservaring om die andere teksten te kunnen herkennen. Moet je die schrijvers ook kennen, en dat is voor jullie onmogelijk. Want jullie hebben nog niet zoveel leeservaring. Je mag al blij zijn als docent, als de leerlingen zeggen, ik vind lezen leuk. Dus de dichter J.C. Bloem, die naam kun je wel onthouden, dat is makkelijk te onthouden, komt bijvoorbeeld in de slothoofdstukken heel veel voor. Er is zelfs een soort parodie op een van zijn gedichten, staat in het boek. En er zijn allerlei citaten van popsongs en van andere schrijvers. Naar allerlei popliedjes wordt er verwezen. Er zijn talloze auteurs van wie citaten zijn opgenomen. Wat dat betreft is het een vrolijk boek. Tot slot, een citaat. Erotiek is de onwankelbare, echt geniale gemoedstoestand van alle ervaring. En je zou kunnen afvragen, hoe zien die twee mannen, Fraser en Ronald, nu de ideale liefde? Nou, ze spreken daarover en ze zeggen, ja, er moet in liefde en in vriendschap niet zoveel gezeurd worden, zeggen ze tegen elkaar. Dus dan is die Reza, valt dan af, want die is wel heel moeilijk. Een grote, onbaatzuchtige liefde komt niet meer voor, maar dat zou eigenlijk wel moeten. Nou, zo onbaatzuchtig is de hoofdpersoon ook niet, want als hij voor de telefoon gehoord heeft dat Reza iets ernstigs gedaan heeft of dat er iets met Reza aan de hand is, keert hij toch om en gaat hij naar de grote onbaatzuchtige liefde. En daar komen literatuur en seks eigenlijk in die zielke bijeen. Jaloezie is iets verschrikkelijks. Daar moet je helemaal niks mee te maken hebben als het liefde betreft. Je moet geen claim leggen in de liefde. Maar of dat ook betekent dat je ook overspel kan plegen, dat denk ik niet dat ze dat bedoelen. Maar je moet niet te veel je liefde claimen. En pluk de dag, carpe diem, is de beste filosofie die je maar kunt voorstellen. Dus je moet genieten direct van dit leven. En dat is de beste wat je filosofisch gesproken kunt doen en niet te veel vooruitkijken. En seks is heel erg mooi. Dat zijn de belangrijkste punten van de erotiek. Als je zo die verhaallijnen hoort, dan zou je kunnen denken dat het een zwaarmoedig en moeilijk en ingewikkeld boek over de liefde is. Dat is het helemaal niet. Het is humoristisch, het is luchtig geschreven. Er zijn uitgebreide seksuele beschrijvingen in die toch wel gelukt zijn, vind ik. Want dat is nog een hele kunst over seks schrijven en daar iets aantrekkelijks van maken. Dat is nog een, iets wat je als schrijver in je vingers moet hebben. Dat moet je kunnen. Het is ook een humoristisch boek. Vooral die Fraser is een blaaskaak die toch ook
een glimlach om je mond doet komen. En ook de verschillende heftige gebeurtenissen rond trouw en ontrouw, rond jaloezie, hè, rond de liefde en haar moeilijkheden, is door Ronald Gippaert heel luchtig en humoristisch gepresenteerd, zodat het een prettig boek is om te lezen, omdat je het ook spannend vindt. Er zit een duidelijke spanningsboog in. En zijn echte grote liefde is dus eigenlijk die Reza altijd gebleven. Daar geldt dat ik ook van jou eigenlijk ook wel voor. Ook al heeft hij haar tenslotte losgelaten, zij komt in zijn hoofd uitgebreid aan de orde. Hè. Die reis naar de Dordogne wordt voortdurend onderbroken door eindeloze hoeveelheden flashbacks aan wat hij allemaal met Reza heeft meegemaakt en hoeveel die van haar houdt en wat hij van haar vindt. Dit was het weer. Ik hoop dat ik je hiermee weer geholpen heb om wat lijnen in het boek te kunnen ontdekken. Ik denk dat het belangrijk is dat je die twee verhaallijnen goed in je hoofd houdt. En die tweede, daar ben ik korter over geweest, over die relatie met Reza, dan over die eerste. Maar die tweede is eigenlijk, die tweede verhaallijn, is eigenlijk het belangrijkste. Het maakt eigenlijk de kern van het boek uit. En voor mij was het een verrassing, dat vond ik wel mooi gedaan, dat hij aan het eind in zijn auto de auto omkeert en terugrijdt naar die Sielke op wie die hopeloos verliefd is. Ik hoop dat je er ook van genoten hebt van het boek. Als je deze bespreking wat vond, like dan mijn video alsjeblieft. Geef me suggesties voor nieuwe boeken, dan probeer ik die op te volgen. Zo gauw ik dat in de bibliotheek weer te pakken krijg, dan krijg je weer een nieuw boek van me. Fijne dag gewenst en ja, binnenkort komen de tentamens. Ik heb daar een video over gemaakt. Bekijk die maar goed en volg de aanwijzingen daarop. Ik hoor ook graag van jullie hoe het gegaan is. Of je ook een beter tentamen gedaan had dan wanneer je mijn video's niet had gehad. Dat wil ik wel graag weten. Dankjewel.